daar staat wel. Ja. Zo lang dat ik thuis was. Wie er zien we over de schreeuwen? Oh, hij is ook nu. Hij is van de kust van Oostend, dat is daar in de man. Het smaakt van we zijn er, we controleren. Ik zal nog een pala. Ja, ik ga toch niet, ik kan niet recht staan binnen. Dat is de list, hè. Dat is de list, hè. Dat wie is ook uit de list, hè. Is hij er? Rekken ze? Rekken ze? Ah ja. Hey. Ja, dat is zeker. Maar, repeat. Het is geen vertraging. Een beetje maar. Ja. Met je richting. Geachte aanwezigen in al uw achtenswaardige hoedanigheden, zoals dat heel beleefd heet. Als schepen voor toerisme ben ik heel blij om vandaag in dit behoorlijk aangename weer... in dit behoorlijk aangename weer het toeristische seizoen te kunnen openen. Ik ben ook heel blij dat ze te kunnen doen in de aanwezigheid van een werkende watermolen. En het is nogthans dankzij de inspanningen van de mensen van de toeristische dienst en van onze molenaar Johnny nu, gezien alle problematieken gewijzigd van functie tot conducteur. Het is dankzij deze mensen dat we nu toch kunnen van start gaan met het toeristische seizoen. Waar vorig jaar een applausje. Waarvoor dank. Vele handen maken zwaar werk licht en ik zou dan ook graag de geschied- en heemkundige kring en in het bijzonder de voorzitter Jorge Weemans bedanken voor die samenwerking en als schepen de wens uitspreken dat we die samenwerking in de toekomst nog meer kunnen uitdiepen. Goedenavond dames en heren, ik heet u uiteraard ook in naam van de stad Landen en het bestuur van de geschied- en heemkundige kring hartelijk welkom op onze tentoonstelling. Spoorslags 175 jaar. Ik herinner mij nog levend de groots opgezette feesten rondom 150 jaar spoorwegen van Landen in 1988. Dit is trouwens nog te bekijken op de videocompilatie hier in het bezoekerscentrum. En waaraan wij nu een meer specifiek vervolg willen brengen. Weliswaar met posters op de ons beschikbare panelen. Hè. We hadden eigenlijk maar 13 panelen en we moesten daar uiteraard 175 jaar geschiedenis op samenbouwen. En wij laten speciaal voor de scholen de tentoonstelling lopen tot 26 mei. Er is bij nu nog een dankwoord uit te spreken. In de eerste plaats wordt dit gericht tot de stad Landen voor haar financiële steun. Maar ook tot de talrijke mensen die ons materiaal hebben uitgeleend voor onze tentoonstelling. De namen van deze mensen kunt u vinden in het bezoekerscentrum. Ik dank ook de videoafdeling van onze kring voor de compilatie van de film over het Landenspoor. Dan de organisatie COMSA, ik weet niet, is dat een bureau of die de panelen gemaakt hebben eigenlijk. Hè? Dus die panelen zijn zeer deskundig afgewerkt. Het is ook een nieuwe vorm eigenlijk van tentoonstellingen houden.
En last but not least natuurlijk het personeel van de kring dat gezorgd heeft voor de praktische realisatie van de tentoonstelling. Dus ga uw gang.